Hele goede dag. Leuk hier kijken. Prep en survival. Daar zijn we weer. Ja, ja. Ja. Je ziet nog een klein beetje, hè. Echt, wat een geweldig mooi bos. Mooi, hè. Mooi groen. Alles is echt top en op en top groen gewoon. Echt super kick. Normaal, het is nu over de helft van augustus heen. En dan, normaal gesproken natuurlijk, is alles eigenlijk gewoon helemaal door. En uitgedroogd, dood aan het gaan. En als je nu kijkt, jongens. Schitterend daar. Echt mooi groen. Ik was gisteren eventjes in... ik ben natuurlijk nog steeds op vakantie. Eerst nog wel aan mijn kleding te zien natuurlijk. Maar even een dagje uit, zeg maar. Zonder de stichting. Maar gisteren was ik in Reest. In het Reestdal. En het plaatsje Balkbrug. En daar zag ik het ook. Hè. Het was echt mooi groen. Oké, tuurlijk. Hè, ik heb vakantie. Ik heb alleen nog mijn regen gehad. Niks anders regen. In de vorige vlog heb ik ook al gezegd, het zou droog worden, één dagje, en dat is het. Nou ja, en we kunnen het hier misschien net mooi zien. Even kijken of dat jullie het kunnen zien. Zo, en je ziet, het is maar net even een klein schraal zonnetje. Ja, daar moeten we het van hebben. Slecht weer, ja, hebben we eigenlijk niet. Slechte spullen, slechte kleding. Dat hebben ze eigenlijk weer wel, hè. Maar ik heb een ponchootje bij me. En mocht het echt dat de weergoden toch niet met mijn gezin zijn, dan, kunnen we dat altijd even aanpassen met een ponchootje. En dan lopen we sowieso droog. Maar waar zijn we nou eigenlijk, hè? Als je zo kijkt, ja, dan zie je... Eigenlijk, ik moet gelijk kijken, want ik loop midden op de weg. Maar dan zie je eigenlijk dat we in een ander bos zijn. Het is niet echt een Veluwebos. Het valt me gewoon op. Het grappige is ook, ik heb hier in de omgeving, zeg maar, waar ik heb ik ongeveer een geleden, zeg maar, we komen erbij 30 jaar geleden, heb ik hier als... als scout heb ik hier nog rondgedwarreld, zeg maar. Uit mijn hoofd was dat een paar dagen. En moesten van de ene kant naar de andere kant lopen. In een bepaald gebied moesten we blijven. Wat punten afgaan en bla bla bla. Maar zonder eigenlijk een echte... zonder eigenlijk echt onderkomen, zeg maar. Tenminste, een verblijfplaats. Dus je ging eigenlijk hiken. Met z'n tweetjes deden we dat. Ik met mijn maatje. En dan moesten we gewoon lopen. En op de duur boodschappen halen. En dan ging ik gewoon bij van die boeren hier onderweg. Gingen we gewoon vragen. Mogen we in je tuin slapen? Nou ja. Bij sommigen mocht dat. En dan zette je tentje op in de voortuin. En dan vroeg je binnen of dat je een keertje mocht bellen. Want mobiele telefoons. Dat was er eigenlijk. Ik kan wel zeggen niet. Hè? Er waren van die grote koelkasten die ze als in auto's gebruikten. Ja, dat soort dingetjes. Maar hoofdzakelijk was het er niet. En dan kwamen ze s'avonds gewoon nog eens wat eten brengen. Of eten voor de andere dag. De volgende opdracht. Ja, dat soort dingen. Dat gooiden ze dan af, toeter een keertje. En dan waren ze weg. Dus erg leuk. Maar ja. Waar zijn we nou, hè? Dat is even de vraag. Waar we zijn? Dat ga ik je laten zien. Oké, waar we zijn? We zijn vlakbij Spier en Dwingelo. En dat kan maar één ding betekenen natuurlijk. We zijn ook het Dwingelenveld.
Het is wel een beetje veranderd hoor. Een beetje veranderd hier. Ik herinner me ergens dat ik over een heel gigantisch lang zandpad kwam. En dan we op de nu nog ergens bij die schaapskooi uitkwamen. En voor mij hebben ze dat zandpad. Dat komt ergens helemaal aan de andere kant van de trein. Dat hebben ze voor mij nu geasfalteerd. Dat loopt wel een stuk makkelijker natuurlijk dan 30 jaar terug. En ja, alles is gewoon gegroeid hè. Ik herinner me nog dat langs het pad liep hier zo. En dat je eigenlijk gelijk over die velden heen keek. En dat is allemaal gegroeid. Dus je ziet hier ook hè. Mooi die vennetjes. Super gaaf. Als er ook water staat, dan zal het vast onder water staan ook. Wat ik zo op van de kaart begrijp, zeg maar. Dus hier kan ene keer heel veel water staan. En in de zomer, als je een droge zomer hebt, dan kan het dus helemaal leeg staan. Maar uit dit vennetje gaan we in ieder geval niet drinken. Het ziet er niet echt lekker uit. Het andere vennetje waar ik net was, dat zag er beter uit. Maar we gaan nog eventjes een stukje die kant op. En ja, voor sommige kijkers die van mijn kanaal, zeg maar, die stiekem soms de filmpjes kijken. Die weten wel, die hier uit de buurt komen, zeg maar. Die weten wel waar ik ben. Nou, wou ik allebei mijn vrienden, had ik wel graag eigenlijk uit willen nodigen voor een middagje mee. Maar op een of andere manier vinden ze mij niet zo aardig. Dus helaas. Waarom? Geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar ik had best leuk geweest om met twee andere YouTubers ook een middagje op stap te staan. Zeker nu je in de buurt bent. Maar het is niet anders. Dus wie weet in de toekomst gaat het nog wat anders worden. Maar wij gaan gewoon even lekker. Hoppakee, ik krijg zeer armpie. Even lekker genieten. We moeten een beetje opletten. Als het goed is, op het kaartje zie je het ook. Het maakt niet uit waar ik kom. Overal pak ik echt exact de bui mee. Het is echt onvoorstelbaar. He? Hebben we onder in het land hebben we regen. Dan hebben we precies de bovenkant van die regenbui. Die heb ik mee. Hebben ze boven in het land regen. Dan pak ik precies dat onderstukje mee. Nou, ik ben even een stukje de... Even een dagje weg. Het zou droog zijn. En ik pak precies, nou ja, je ziet het op het kaartje, exact het streepje mee. Dus waar gaan we heen? We gaan die kant op. Dat is wel een mooi stukje. Zo. We moeten een beetje opletten. Je ziet op de kaart, er zitten wat rode vlekken bij. Dus dat kan ook onweer zijn natuurlijk. En ik had eigenlijk eerst daar omheen willen gaan. Zo, open veld over. Maar met onweer ben ik daar niet zo heel erg happig op. Dus we gaan gewoon eventjes een ander routetje volgen. Zo, lekker. Kijk, als we echt honger hadden. Hoppakee, je mist alleen het knoflooksaus. Mooi hè? Kijk, dit is ook prep en survival hè. Ik wou net even hier op het bankje een mooi shot gaan draaien. Werd ik even aan de praat gehouden. En nou zie je het, dan gaat het regenen. Hup, poncho eroverheen. Dus nee, top. Even wachten. Ja, er komen elke buitjes aan, dus we moeten soms eventjes wachten. Het zou helemaal droog zijn. Maar ja, je ziet het. Niks is te vertrouwen, zo onbetrouwbaar als het weer. Dus we gaan even wachten. En dan gaan we straks even een bakje doen. Bij het vijvertje daar zo. Dan komt het helemaal goed. Later. Nou, je ziet het. Een dikke bonk met regen. God, tjokke. Echt waar. Moet je kijken, jongens. Regen op zich is niet erg. Maar voor het vloggen is het niet zo handig. Ik wou net met die drone even over dat veld heen gaan. En dan
mijn watertje daar even een bakje gezet. Hè. Maar dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem echt niet worden. Niks aan te doen. We gaan zo eens even kijken om ergens droog te zitten. Dus ik ga even een stukje teruglopen. En dan gaan we even kijken om een bakje te kunnen maken. Dus let's go. Zo. Ja. In die regenbui stopt het eventjes natuurlijk. Heb ik even wat mooie droombeelden gemaakt. Die zie je waarschijnlijk nu. En toen zag ik gelijk op de buienradar dat, dat de meeste buitjes eigenlijk verdwenen. Er komt straks nog eentje. Maar die dat is niet zo'n hele grote. Tenminste, als het goed is. Dus ik had zoiets van, weet je wat, wat doet? Ik loop gewoon toch terug. Om toch eventjes dat mooie stekje, tenminste, mooi stekje. Om even de route te lopen die ik in gedachten had, zeg maar. Dus dat gaan we nu lekker doen. Lekker hoor. Oké, mijn haar is helemaal plat. Maar dat maakt niet uit. Nee, we wouden de ene vijver. Vijver. Het ene ven, dat leg je hierachter. Er staat niet zo heel veel water in. Maar genoeg om te drinken, hè. Maar als het goed is, moet er daar verderop moet er nog eentje liggen. Dus dat gaan we eventjes bekijken. Dan wil ik eigenlijk omheen lopen. En dan zo door het bos teruglopen. Dus hier is wel grappig. Overal mensen. Een stuk van de mensen hier zo ook. En ze zeggen dat de Veluwe druk is. Maar het is hier echt, echt druk. Ook met mensen. Maar in ieder geval, dat gaan we doen. Dan gaan we even daar kijken of we daar ergens een bakje kunnen doen. Daar ben ik al naartoe eigenlijk, van alle gewandel. En dan gaan we eventjes kijken om een mooie route terug te lopen. Dat is wel even belangrijk natuurlijk. Dus we gaan even een stukje verder wandelen.
de volgende plas. En ook daar zie je gewoon al heel veel mensen weer. Hè. Overal is het druk, 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 druk. Druk, 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 druk. Het is wel even leuk natuurlijk om even wat water eruit te nippen. Maar het moet wel een beetje te doen zijn. Maar gaat goed komen, denk ik. Denk ik. Kijk, je ziet gewoon de beestjes en rotzooi, alles hier gewoon indrijven. Prachtig. Je ziet gewoon, het is hartstikke mooi helder. Even kijken. Zo. Nou, we hebben in ieder geval water. Dus dat gaan we zo koken. En dan is het gewoon drinkbaar natuurlijk. En het mooie is, het ruikt helemaal nergens naar. Je zou verwachten in zo'n vennetje, weet je wel, dat het stinkt, hè? Dat verwacht je meestal wel. Maar nee, het ruikt echt nergens naar. Je ziet wel, gewoon eigenlijk eventjes met een zakdoek kun je eigenlijk mooi het grove vuil eruit halen. En je zag het zelf ook al, van die larfjes, die zijn dan zichtbaar. En het meeste zichtbare hebben we er nu uit. En nu gaan we eigenlijk het onzichtbare gaan we nog eventjes kapot koken. Maak hem kapot! Dus ik neem hem mee. Pak even de spullen op. Gaan we even een mooi plekje opzoeken hier zo. En dan gaan we even een bakje doen. Op het gemak. Dus let's go. Dit zijn gewoon echt van die handige dingetjes, hè? Voor als je een dagje het bos ingaat. Kijk, hij is nog fel van het vetwoed schrapen. En het al eventjes bij elkaar geschraapt. Zo. Zo, die zit hier gelijk even mee een beetje te prikken, hier zo. Een Drentse mug, was dat. Veestieltje. En aan. Grappig, hè? Mountainbiker, die kom hier gewoon voorbij. Dat zie je me ook niet. Helemaal niks. Opvallend is ook, als overal waar ik hier loop, zeggen de mensen hallo. Heel gek. Als ik thuis door het park heen loop,
of ik rijd door het Kraamse Bos heen, dan hoor ik nergens hallo. Kraamse Bos is wel even verschil natuurlijk, of als je er s'nachts loopt of overdag. Maar overdag, als normale mensen er ook gewoon lopen, dan zegt niemand hallo tegen elkaar. Hier is dat wel opvallend. Terwijl de meesten zijn altijd een beetje, dat je denkt van, moh, zijn wat, wat nukkiger hier zo. Maar niks mis mee hoor, daar niet van. Maar het valt op. Dus. Koffie staat. Die gaan we even lekker laten pruttelen. Laat gewoon even een paar minuutjes doorkoken zo meteen. Gaan we een koffietje erbij doen, koekje erbij. En even chillen. Als het goed is, kookt die lekker. Even checken voor de zekerheid. Ja. Lekker, lekker. Koffietje erin. Melk en suiker. Oh, dat was twee keer melk volgens mij. Ja, dat maakt niet uit. Dopje erop. Lekker laten staan. Checken we hier al eventjes voor wat suiker. Nou, die hoort er helemaal in, want die is nat. Dus, we kunnen natuurlijk ook gewoon daarin praten. We kunnen ook gewoon zeggen, ga lekker een bakje doen. En een bakje koffie uit een ven. Lekker. Kijk, en als je klaar bent, dan gaat de zon schijnen. Tjonge, 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 tjonge. Het is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Maar het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Loop even terug naar het pad. Ga ik een ander pad, ga ik verder in. En dan gaan we een beetje door het bos. Gaan we eigenlijk een beetje zo. Hebben we wat meer van de omgeving ook. Maar dan gaan we eigenlijk... Allemaal lekker binnendoor door het bos heen gaan we terug richting de auto. En kijk, dit soort paden is hartstikke leuk. Maar je ziet het eigenlijk al. Heel veel van dat uitsteken spul. En nu heb ik natuurlijk, kunnen jullie zien? Hoppa, kijk. Heb ik wel een lekkere Rovinz anti-tekenbroek aan. Maar toch, ik ben wel ingespoten. Maar dat was vanmiddag. Dus dan gaat de conver een beetje uitwerken. Dus we lopen eigenlijk gewoon weer even terug naar het pad. En dan gaan we straks bij nummertje 50 volgens mij of zoiets. Gaan we erin. Lopen we een beetje binnen door. En dan is het ongeveer nog volgens mij een kilometertje of... Uit mijn hoofd. Ik denk een kilometertje of 6. Ongeveer. Maar... nee, gaaf. We gaan even verder lopen. Kom zo weer terug bij jullie. Thank you.
Zo. Nou, lekker weer verder op de terugweg natuurlijk. En kun je zeggen wat je wil. Het is een mooi stukje bosgebied, zeg maar. Dwingelenveld. Ja, het is iets anders geworden dan dat ik me herinner, zeg maar. Ja, 30 jaar geleden is naar het eindje natuurlijk. De vlog is iets anders verlopen dan dat ik in mijn gedachten had. Maar het was echt bizar gewoon. Ze hadden echt droog weer opgegeven, heel de dag. Dus deze dag echt speciaal uitgekiend. En het heb eigenlijk heel de dag gewoon geregend. En waar mijn vrouw zat trouwens ook weer in de tent. Zou ik in de tent gezeten, had ik ook heel de dag in de regen gezeten. Dus het is niet anders natuurlijk. Maar het maakte de dag niet minder op. Behalve beeldmateriaal dan. Dus er zal wat meer muziek onder zitten. En het is anders verlopen. Jammer. Geeft niks. Maar het gaf je ook wel weer stof tot nadenken natuurlijk. En wat wil ik gaan doen? Filmpje volgt nog natuurlijk. Maar ik wil weer een preppers meeting gaan houden. En een preppers meeting voor wie? Voor eigenlijk iedereen. En met iedereen bedoel ik iedereen. Dus hou je eigen bezig met survival. Hou je eigen bezig met outdoor dingetjes. Ben je gewoon een kampeerder? Ben je een prepper? Noem maar op. Zelfs die grote YouTubers, zeg maar. Uit boven uit het land, zeg maar. Ook die zijn welkom. En waar het precies gaat doen, ben ik nog niet helemaal over uit. Ik zit even te kijken om dat ergens midden in het land te doen. Zodat het voor iedereen gewoon lekker goed begaanbaar is. Het zou wel leuk zijn natuurlijk, ja, als we een vuurtje kunnen maken. Hè, zodat we daar een beetje lekker bij kunnen zitten. Zeker als het al wat later in het jaar wordt. Hè, we moeten even kijken natuurlijk of er geen nieuwe maatregelen komen. Bla 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 bla. Weet je, je weet het allemaal. Maar dat zal, het zal eind na jaar worden. Maar misschien wel leuk. Heb je trouwens suggesties? Midden in het land, waar we op dat moment dan vuur mogen maken, zeg maar. Of hebben ze een vuurplaats waar er vuur gemaakt kan worden. Maar dat we in ieder geval bij elkaar kunnen zitten. En dat het gewoon gezellig is. Zoals eigenlijk alle meetings zijn, zeg maar. Dan hoor ik dat graag natuurlijk. We gaan zien hoe het gaat lopen. Gaat het door dan of niet? Dat kun je gewoon lekker in de gaten houden natuurlijk. Op de Facebookpagina ook. Facebook groep Preppen en Survival Nederland. Check het ook eventjes. En dan gaat dat allemaal goed komen. Dus voor nu. Ik kan heel lang door blijven lullen. Het heb helemaal geen zin. Dus ik ga gewoon lekker teruglopen. Ik maak hier en daar maak ik nog mooie shots. Die hebben jullie al gezien. Die moet ik nog gaan maken. Maar dat ga ik nog eventjes doen. En dan ga ik gewoon lekker terug naar, hoe heet dat ook alweer? Balkbrug. Dus daar ga ik lekker naartoe. Dus supermooi gebied. Hele leuke dag gehad. Die anders is verlopen. Maar top. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Duimpje omhoog natuurlijk. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zou zeggen, tot later.